Deze uitzending is in het kader van het nieuws. En dat is heel raar eigenlijk, want waar we nu naar kijken, dat is helemaal geen nieuws. Dit is een foto gemaakt van het Vaticaans Concilie. En dat is het Tweede Vaticaanse Concilie. Je moet eens even kijken hoeveel mensen hier aanwezig zijn. Deze uitzending ga ik doen ook in het Diets. En die taal die ken je waarschijnlijk niet. Maar ik doe het toch. Want ik weet dat er mensen... Nu even terug, nog steeds Nederlands. Ik ga er dadelijk in het Dietse. Maar ik weet dat er mensen zijn die die taal ook kennen. En die taal die heet eenvoudspraak. In de roman geschreven door William Blair onder het pseudoniem George Orwell, het George Orwell. En die roman die had als titel een jaargetal. En dat was 1984. En de roman is geschreven in 1948. Nou, daarin wordt ook konde gedaan van simple speak. Ik laat even een korte pauze vallen. Want nu gaat het serieus worden. Kijk, deze eikels waar je nu naar kijkt. Ik zou dat nooit doen. Ik, Perry Franciscus Martinus Winkel, geboren te Bovenkerk, 29 augustus 1959 om 4:10 'smiddags. Mijn ascendant, je hebt je sterrenbeeld en je ascendant. Aan mijn ascendant is steenbok, als ik mij goed herinner. En mijn sterrenbeeld is maagd, en dat weet ik zeker. Ik ben traag, ik ben terughoudend. Ik wacht altijd af. En dan kom ik omhoog natuurlijk. Oké. Dus nu mag we over naar de gewoon normaal praat. Dan kan ik even leren. Nu krijgt ze even les in tol. Heur ze mij goed. Kent ze goed de L van de S onderscheid? Ja? Dat je weet dat er een verschil is? En nu praat ik gewoon vrij uit mijn long. Ik praat vrij uit mijn nier. Ik praat vrij uit mijn die. Mijn die. Ik vertaal het af en toe. Joh. Maar met dat diets. Het leuke is. Met dat diets. Het ze geen enkel fout. Meer fout. Dat doet er helemaal niet toe. Dat maakt niet uit. Ook geen werkwoord voor vroeg. En geen gezeik over die en die die. Als de grote Dietse opstand komt, dan vind ik toch echt dat jungskus, dan moet er dan met een gloorstoon, met een paintball guns. En de grote jungskus, die gaat die met het Nederlands dictie, al die leraar, maar ook die de domme lu. Domme lui. Hè? De domme lu. Ook gewoon pintbollen. Waar is het nou voor nodig? Waar is een D en een D voor nodig? Waar heeft dat voor? Wat maakt ermee? Om onderscheid te maken? Tussen wat?
Even doordenderen of niet, hè. Maar dan is er hier is er van die vuilnis op hoor. En dan komt ze langs, hè. En dan halen ze al mijn vuilnis weg. En dan zie ik die jongskers ook gewoon. De gooi hem gewoon de zak, hè. Die maken er gewoon een spel van. Het is gewoon een rondje drooi. Wie in een drooimolen. Af en toe moesten achterop staan. En dan moesten de vuilniszak gooien. En dan met z'n tweeën of zo. Hè. En dan mag ze weer achterstuur. En maakt het niet uit of die leu van de DNT weten. Dat is een vernedering van de leu. En de belofte van die communisten, dat ze die vuilnislu, dat ze die extra zullen gaan betalen, die is niet ingelast. Die het ze dan niet doorgeef. Ik laat even een stilte vallen. Maar zo naar af en toe, hè, dan ben ik gewoon schrikkelijk boos. Dan heb ik gewoon zo'n idee van, ik wil dit niet meer. Ik vind dat er een, daar moest toch iemand, daar moet toch iets zeggen. Dat het hem duidelijk wordt, dat het niet ken. Je mag ons mens niet bedriegen. Ons vader het ons niet op deze orde pleurt om ons te laten bedriegen. Dat is niet zijn bedoeling. Ons vader, dem wil dat, hem, dat we hier het goed maken. Dat was de bedoeling. Van mijn pa. Tenminste, dat geloof ik. Dat kan ik niet weet. Ik heb geen contract met mijn pa. Sterker nog, ik ben... Maar toch, ik heb een bibellies. Dus ik weet er een beetje van. En zoveel zorg is er niet te maken. Behalve dan dat je deze klojo's hebt. En ja, hoeveel paintball guns heb je nodig om dit aan te pakken? Paintball gun. Ik zal het even uitleggen. Dat is een... even Amsterdams. Maar ik zal het... dat weet je wel. Zoek het op. Hoeveel? Stom bouw. Dit is toch geen bouw? Dit is geen bouw. Dit ben een domlu. Dit ben een domlu in gestapelde steen. En dan moeten we dan luster. En dat is de Vaticaan nummer 2. Wat mag ermee? De mens die daar zit, die moeten ons uitleggen wat er nou krek in de Bijbel staat. Een beetje help. En niet de bos speel. Deze lu, die bent te dom om voor... ik wil niet te hard razen. Maar zij dienen Satan. En door is veel over te zeggen. Want als er ene niet bestaat, is dat mijn pa. Behalve mijn biopa, mijn biologische vader, biologische papa, mijn biopa. En dan was er ook nog een biertje naar mijn sociofa. Eigenlijk best goed. Dat moet echt, dat moet er uit. Moet er uit om alle dialecten te praten. Dat was een best goed. Maar dat bedoel ik niet, hè. Die bedoel ik niet. Net mijn vader, die heette... Georgen, Laurens, Alexander, Winkel. Oder als Duits, Winkel.
Dem bedoel ik niet. Ik bedoel degene die men in leven het houden om een of andere manier reden. Want ik ben net verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar ik ben totaal afhankelijk van dem grote klojo. Dat het ik zien. Ik het mijn pa zien. Ik weet wat hem. Nu ga ik alweer over de vrouwte. Oi, wat moet je oppassen met je woorden. Want ik weet niet wat mijn pa van mij wil. Hè. Dat was de grote angst. Toen ik hem zag. En deze lui, die lopen dat principe te verkopen. Overnieuw. Ik laat weer even een korte stilte vallen. Mien po. Ge het dat nummer van die vrije metselaars band. En het heet Zwarte Gat Zon. Dus niet zon, maar zon. Black of English. Hè? Black Hole Sun. S-U-N. In the end, hè? S-U-N. Zwarte gat zon. Ik kan u tel. Dat is een regelrecht belediging. Ik had dat lef niet. Op het moment dat ik mijn pa zag. Mijn richtig pa. Ik scheet niet eens 7 kleuren stront, idioot. Met de nadruk natuurlijk op idi en jood. Gemot is wit. Gemot is wit. Ook al die zielig mens. Die loopt te zeur over, joh, maar als God goed is, waarom het hem Jezus laten kruisigen met die spijkers door zijn handen en zijn voeten? Joe, eihals. Jullie snappen er gewoon geen kut van. Ik draaf maar door. Ik bedoel het goeie. Hè? Dit is helemaal niet vervelend bedoeld. Ik wil alleen maar vertellen. Kijk naar dit plaatje. This ain't no good. Snap je net dat dit voortgaat? Er was een mooie uitzending met een povenet. En de povenet, ik hou er helemaal niet van, maar ik keek er wel naar. Want af en toe kijk ik er nog, dan denk ik van, oh, als dat zulke eeuwels zijn, nou, dan mag ik ook wel wat. En daarom kijk ik af en toe naar povenet. En er waren een dorp, een partij, drieën, van die mokro's. Naffers. Mohammedanen. Bondkorgies. Dan mocht ze uitscheld, wacht maar wil. Want die lu, die doorstond tegenover de ponet, door zijn mie broeders. Heus mich. Dat waren jongens die de waarheid proberen te spreken. Dat is een poging tot waarheid. En denk ze dat ons vader meer wil dan daar? Dat denk je dat onze vader meer wil dan dat? Weet ze nog dat hem dan Christus Jezus die had hem zegt: ik ben Frans, Fransjes,
klinkt het schönste. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dat waren de jongskers, hè? Dat kennen ze dan bondkraagjes noemen, of mokrookkraagjes, of wat, dat maakt een mok helemaal niet uit. Maar dat had hem gewoon gezegd tegen die pauwnethoer, harlot, of Engels. Want we leven hier in dat land van de onzekere. Wij leven hier in een land waar de mensen niet weten waar ze moeten zoeken. En dat land van de mensen die niet weten waar ze het moeten zoeken, dat wordt bombardeerd. En de jongskes, die zeiden dus, en de kleinste, de kortste, want die dat is ook, maar goed, wij zijn wel langer. Maar de kortste die zei gewoon, ja, en dan ga ik ook maar kapot. Want hem wist waar hem woont. Hij was hem zich bewust. En jullie stomme, ja nee, ik weet niet wie de stommerik is hier. Luister een keer naar die mokro's. Want er geurt een verkeerde kraantje op, hè. En nu terug naar dat iets. Waarom is dat iets belangrijk? Of langrijk? Kent ze ook zeggen. Waarom is dit belangrijk? Nou, dat komt omdat het een zorgvuldig tol is. Dat is een tol dat de kennis spreekt, de kennis ook schrijf, of schrijf, of whatever, schreef. Als je maar niet over de schreef gaat, en als je over de schreef gaat, moet ze gewoon netjes de nächste dag, de volgende dag, dan moet ze gewoon zeggen, ik ben over schreef. Gewoon. Wat kost het? En dan moest ze afrekenen. Niks aan de hand. En die frietol, die willen ze ons niet geven. Ze willen net dat er allemaal. Dat frisk bijvoorbeeld. Dat frisk is geen angere tol. Dat frisk is gewoon een vorm van diets. Als je goed luistert naar Frisk, dan Fries dus, hè, Fries op zijn Nederlands. Maar als je er goed naar luistert, dan hoort ze gewoon iets. Je hoort het zelf. Hetzelfde. Hetzelfde. Dat is gelijk. Gelijk. Ik heb een Noors film gekeken. Ontzettend grappig film. En ik had hem gehuurd. Ik liet dus zo'n doosje had het toen, hè, een doos. En daar zat dan de DVD, daar zat hem in. En ik liet dan de voorkant, en die was wel aardig. En de achterkant liet ik ook aan mijn dochter zien. En op de achterkant, daar stond een seksscène. En toen zei mijn dochter... niet. Ja. Ik heb de film wel zien. Erg mooi. Ik kon het letterlijk verstaan. Ik kon gewoon dat Noors. Kon gewoon. Ik had de ondertitel erbij. En dan dacht ik ook. Me. 3 weken in Noorwegen. En ik ken daar alles. Binnen een dag kan ik bier bestellen. Dat lukt me binnen een dag. Binnen een week kan ik ook, binnen 3 weken dan kan ik ook een nieuwe rits bestellen voor mijn jas. Dat is ons tol. Dat is ons Nederlands. Dat wat ze dan Nederlands gedoopt hebben. En dat heet ook wel Log Duits. Oderwijl Duits. Dat is ons tol. Wie zijn de laatste van de taligen? En de rest praat allemaal
Gibberish. Gibberish? Wie heißt das? Hoe heet dat? Hoe heet eigenlijk onzinpraat? Frans, Spanjolisch, En wie praat die rechttol? Ons tol is goeie. En dat wou ik maar zeggen. En ter afsluit is het mij ook overkomen dat ik hoort heb dat op het internet met al die samensweertheorie dat het van ons langt wordt dat wij de wereld redden. Dat is een mooie afsluiting, hè? Want dat is echt waar, denk ik, dat wij Nederlanders erg goed taalgevoelig zijn. En waarschijnlijk de laatste, momenteel. En de Heere Heere, onze Vader, heeft dat laten gebeuren in het laagste stukje van Europa. Die Amerikanen zijn hopeloos verloren. Het is leuk begonnen met het protestantisme en dat ze de katholicisme gingen verbieden. En zeiden van ja, dat mag helemaal niet. En het punt is, als je zegt het mag niet, ja, dan heb je al verloren. Snap je? En wij hier in Nederland, wij zijn nog over. Die meuk die je hier in beeld ziet, hè? Die mannen links en die mannen rechts, dat zijn waarschijnlijk allemaal mannen. Dat hadden wij in Nederland nooit gedaan. Weet je nog van dat verhaal uit Urk? Dat een jongen was. En die jongen zat altijd 's morgens vroeg op, hè, joh, met die boten naar buiten en vissen vangen voor de rest van dat achterlijke land. En die jongens die hadden dan ergens op een industrieterrein voor een habbekrats. Dat is Jiddisch, hè? Hoor je dat? Een goede Nederlander weet ook zijn Jiddisch, hè? Die hadden voor een habbekrats, kostte helemaal niks, een industriehal gehuurd. En toen stond er later een artikel over in de krant dat er een politieinval geweest was. De moraal van het verhaal is dat het ging om kinderen, waarvan de mannen die gingen in de boten vissen vangen voor de rest van het achterlijke land. En dan wilden ze 's avonds wel eventjes dansen met een meisje waarvan ze dachten, nou, misschien wordt het wat. En dat gaat verboden worden in Nederland? Nee, ik dacht het even niet. Dat kan helemaal niet. Ik kan niet eens zeggen, Nederlanders, ik veracht u als u dat niet meer doet. Want ik weet dat jullie dat zullen gaan doen. Ik weet dat jullie uiteindelijk met die regels van die D en die DT, dat je uiteindelijk snapt dat als je daar een beetje eau de cologne over doet, dan wordt het papier een beetje zachter. Eerst heb je zo'n hard papiertje met zo'n de regels van D en DT. Nou, een beetje cologne, een beetje water. Ja, misschien dat je het even moet laten weken of zo. En uiteindelijk heb je een heerlijk apparaat om ook de binnenkant van, geen vieze woorden zeggen, maar je hebt een mond. Die hoor je momenteel, hè? Maar dat is een buis, eigenlijk. Ik ben gewoon een buis. En aan de andere kant van die buis zit dus een opening. En ja, het is ook belangrijk om dat schoon te houden. Ik heb dat ook, hoor. Ik vind mezelf mijn poep niet echt vies ruiken, maar als je met de poeplucht van je eigen, omdat je net Chinees hebt gegeten of weet ik wel wat, dan wil je dat eruit hebben. Nou, en daar gebruik je dat papier dan ook voor.
De moderne tijd is natuurlijk dat we daar gewoon toiletpapier voor kopen. Maar ja, als mensen zulke onzin gaan opschrijven, wat moet je ermee? Nou, hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. En dit zeg ik niet op z'n hamburgers, want dit is helemaal buiten Jörg Gliesman om. Maar ik zeg wel tjus. En luister nog een keer naar Jörg Gliesman. Veel te vertellen, die man. Ich sage dich. Dag, liefers. So what I guess I'd like to do in this discussion